Hallo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Aangezien ik een aantal keer de vraag heb gekregen of ik echt een keer wilde gaan vloggen, dacht ik, laat ik dat toch wel eens een keertje doen. Dus bij deze krijgen jullie een weekvlog van mij. Met alle echte dingen die ik doe. En ik ga het leven van Anne noemen, want dat vind ik grappig. Dat past bij mij. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en heel veel kijkplezier. Alle mijn batterijen zijn leeg, maar ik weet niet hoe vaak ik dit ga doen. Maar ik ga het nu in ieder geval even doen. Ik vind het leuk. En ik ben nu aan het werk. Dus op maandag werkdag. Ik ben alleen vandaag, jammer genoeg. Normaal ben ik nog met andere collega's, maar vandaag niet. Wacht even, laat me even ding stoppen, oké? Laat mij even... Maar je gaat alleen je gezicht zien, kijk. Je ziet alleen je gezicht. Wacht, ga je alleen maar... Ik ga een weekvlog maken. Nou, hoe lang moet ik erbij zitten? Ja, dus ik ga gewoon zeggen, hey, ik ben met mijn broertje. En dan zeg je hoi. Is het goed? Oh, nee, wacht even. Nee. Doe het opnieuw. Doe het opnieuw. Hey. Nee, alle grappigheid op een stokkie. Het is dinsdag alweer. En ik ben vandaag bij mijn moeder. Recentelijk heeft ze een huis gekocht. Dus we gaan nu... Ze heeft net de sleutel vorige week gekregen. En we gaan straks even in het huis klussen. Het is weer een nieuwe dag. Vandaag is het woensdag. En ik ben weer wakker geworden bij mijn moeder. Ik heb vanmorgen aan school gezeten. Video's geëdit. Dus ik heb lekker veel gedaan. En ik ga zo meteen even naar de Albert Heijn wandelen. En vanavond ga ik een wedstrijd coachen. En moet ik zelf een wedstrijd volleyballen. Dus het wordt een drukke avond, maar wel leuk. En zoals ik in mijn vorige video... zoals ik in mijn video van dat ik verkleed ging als de Joker al zei... Het is heel belangrijk dat ik wedstrijden win. Dus we staan eerste nu. Dus spannend. Moet weer winnen vanavond. Maar ik denk dat het wel goed gaat komen. Maar geen grootspraak, want andersom. Ja, ik dacht misschien is het nog leuk om een beetje mijn week door te spreken. Wat ik nog ga doen. Maar ja, weet je wat daar weer het link aan is? Straks film ik het niet. En dan heb ik jullie helemaal lekker gemaakt met wat ik ga doen. En dan is het niet op beeld. Maar wie zal zien. Morgen moet ik naar school. Want dan ga ik een voorstelling. Ik volgde Minor Creative Storytelling. En moest ik... samen met een groepje een theatervoorstelling in elkaar zetten van 10 tot 15 minuten volgens mij. En die gaan we morgen optreden, dus dat wordt ook heel spannend. Vrijdag moet ik weer werken. Nou, dan ga ik gewoon de hele dag werken. Dan in de avond heb ik een housewarming van iemand van mijn volleybalteam. En dan zaterdag ga ik weer een wedstrijd coachen. En heb ik in de avond een verjaardag van een vriend van mij. En zondag ga ik met mijn vriendengroep, we zijn 2 jaar geleden naar Spanje geweest. En daar hebben we eigenlijk allemaal beelden gefilmd en daar heeft iemand een aftermovie van gemaakt. Na 2 jaar, maar hij is er. Dus ik heb er heel veel zin in. Gaan we die kijken. En dat wordt een soort pyjama party, omdat we dus die dag ervoor van die vriend, die was ook mee, die verjaardag hebben. Dus dan gaan we allemaal brak dat kijken. Dus ik heb er zin in. Ik kan lekker mijn joggingbroekje daar naartoe. Dat is een beetje hoe de week gaat lopen, wat ik allemaal ga doen. Drukke week, maar wel een leuke week. En kijk even wat ik zojuist als statief heb gebruikt. Heel mooi. Al deze boeken. Ik ben nu op dit moment Hof van Doors en Rozen aan het lezen. Daar ga ik nu even mee verder. Ik dacht een leuk shot in de auto, maar dit is echt bagger. Maar maakt niet uit. Ik ga nu naar de... Oh mijn god. Nou, ik ben er niet meer. Ik ga nu coachen. En dan daar een eigen wedstrijd spelen. Zo, wish me luck. Oké, het is donderdag. En zoals jullie kunnen zien is mijn kamer
een beetje een bende. Ik ben van plan om even op te ruimen. Ik moet over een uurtje naar school. Ik moet ook nog ontbijten. Ik moet eerder naar school en ik moet nog een wit shirt kopen. Want ik heb dus een toneelvoorstelling met school vanavond. Heel spannend, maar als het goed is, ken ik de tekst uit mijn hoofd. Ik ben nu weer bij mijn vader in Moordrecht. Vanavond heb ik een feestje van Joelle. Maar, lang verhaal kort. Ik had kleding besteld. En omdat ik dus tegenwoordig niet weet wanneer ik thuis ben, laat ik dat niet thuis bezorgen. Maar deze had ik bij Dave laten bezorgen. Alleen Dave is hier met de auto heen gegaan, dus hij kan mijn pakketjes meenemen. En ik dacht, dat is toch leuk om hier nog even te unboxen. Ik weet nog wel wat ik heb besteld. Ik hoop alleen dat het ook echt past. Kijk, dit is dus een corduroy broek in het groen. En die heb ik dan ook in het beige. Twee corduroy broeken. Deze was in de korting. Dus ik dacht, dat is best chill. Want ik wilde die groene. En dacht ik, straks is die leuk, heel erg leuk. En dan wil ik er nog één. Dan kan ik beter maar vast deze was bestellen, want dat was in de korting. Als ik die pas breng, ik het gewoon terug. Wauw. Nou, het is broek. Nee, je gaat natuurlijk heel slecht zien in het licht. Hij heeft wel echt hele wijde pijpen. Dat ben ik niet zo gewend. Maar die chaussen. En dan dezelfde natuurlijk in het beige. Het is ook een mooie kleur. Als die me past, vind ik dit wel heel erg mooi. Maar ik zal ze morgen even aandoen, dus dan zien jullie dat morgen. Op naar de volgende. Oh ja, dit is een soort jurk. En een body warmer. Ik ben heel benieuwd hoe deze eruit ziet. Welke maat heb ik ook weer voor? Dat is een grote maat, wacht even. Oh, maat M, valt wel mee. Nou, zal ik eens kijken? Nou, kijk eens aan. Best leuk, toch? Ik weet niet of ik deze trui onder zou doen, maar het is meer van als ik een leuke hoodie heb, dat ik dan deze bodybar kan doen. En dit is dus iets wat ik normaal niet zou kopen, maar ik zag het dus op TikTok. En toen dacht ik, het staat daar zo leuk, ik wil dit hebben. Maar ik zou het wel met Dr. Martens stylen, maar het is dus een lange jurk, maar gewoon een bolle jurk. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit me gaat staan, of het wel echt mijn stijl is. Ik ga alle dingen morgen passen en dan ga ik jullie laten zien of ik het pas of niet en of ik het leuk vind. Zodat ik jullie weten. Wat vinden jullie trouwens van deze muts? Vinden jullie het leuk of niet? Want ik twijfel, maar kijk, zeg maar, nu denk je, ah, het is leuk en dan doe je het af en dan heb je echt zo'n plat haar, maar het is maar met jou. En vanavond gaan we met alle vrienden de films kijken. Daar heb ik het al een paar keer over gehad. En nu gaan Dave en ik eventjes lekker Utrecht in. Lekker even wat doen. Ik heb net ook mijn laatste schoolopdracht ingeleverd. Dus ik heb officieel vakantie.
Ik zag dat ik nog geen outro had gedaan voor deze weekvlog. En daarom doe ik hem even nu. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En als jullie dit heel erg leuk vonden, laat het weten. Want dan ga ik vaker een Leven van Anne weekvlog maken. Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal voor meer van dit soort content. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doeg!